Elke zaterdag het Weekendcafé. Een half jaar geleden kwam hij met zijn verhaal naar buiten. Stefano Henneveld uit Almere. Ja, op zijn 13e zat hij achter de computer met iemand te webcammen, zonder kleren. En een jaar later bleek de seksvideo op Twitter te staan. Met zijn voornaam, achternaam en woonplaats. Een nachtmerrie begon. Goedemorgen Stefano, fijn dat je er bent. Was het een nachtmerrie? Een hele goede morgen, ja. Het was zeker een nachtmerrie die ineens uitkwam. Dus ja, daar sta je in één keer te kijken. Ja, precies. Want op je kwetsbaarst, helemaal niks aan, niks om je... Ja, dat moet heel naar voelen. Ja, dat is best gek. Ja, je doet iets in een vertrouwde omgeving. Althans, dat denk je. Dus je wilt met iemand iets delen wat heel intiem is. En uiteindelijk blijkt na een jaar later, ik was 13 toen ik het deed. Dus bewijzen ook kinderporno op dat moment. Mm-hmm. 14 jaar oud en dan wordt het gedeeld. Ja, dat is wel heel erg heftig als je dan je laptop openklapt op een dag dat je denkt dat je naar school gaat. Maar je gaat helemaal niet naar school die dag. Je gaat die dag even flink in de put zitten. Ja. Als mensen nu luisteren die denken van, hé, dit verhaal ken ik. Dat kan kloppen, want je bent een half jaar geleden ongeveer bezig. Ben je met dit verhaal naar buiten gekomen? Ben je ook landelijk in het nieuws geweest om daarover te vertellen? Heeft dat nog veel reacties losgemaakt de afgelopen tijd? Ja, wat je merkt is dat er gewoon veel rond dit thema speelt. Het is heel actueel. Er komen steeds meer mensen weer naar buiten, hè, met hun thema. Slachtofferhulp Nederland is er mee bezig om het weer onder de aandacht te brengen. Hè. Shame sexting. Toen ik jong was, toen was dit nog helemaal geen begrip, sexting. Toen was het een ding wat net bestond. Mensen vonden het maar raar of konden er niet echt een vorm aan geven. En tegenwoordig wordt er ook echt heftig misbruik van gemaakt. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld dat iemand 100 meiden heeft gechanteerd om geld te verdienen met naaktfoto's die hij heeft geronseld van mensen. Ik bedoel, het is zo'n belangrijk thema op dit moment. Het is een stukje cybercriminaliteit. En daar moeten we voor waken. En daarom ben ik naar buiten gestapt. Deels ook voor mijn eigen proces, hè, want je bent altijd bezig met die onzekerheid. Maar daarnaast is het ook het kenbaar maken van, we moeten hier met z'n allen op letten. Jij bent er verantwoordelijk voor je neefjes, nichtjes. Maar net zoals de ouders en de docenten. Iedereen kan eraan bijdragen. Want hoe reageerden jouw ouders toen ze dit ontdekten? Ja, ik woonde thuis alleen met mijn moeder. En zij kwam mijn kamer binnen. En ze zag al direct dat er iets mis was. En hoe je als ouder kan reageren, dat vraag ik ook altijd als een gastles geef. Van, hoe zou jij als ouder reageren? De een zou zeggen dat hij boos zou worden. De ander zou zeggen dat het komt wel goed. Nou, mijn moeder zei het komt goed, maar barst in tranen uit. En dat is ook wat je kan doen, want er is een andere optie. Je bent machteloos. En dat maakt het ook wel heel erg lastig voor ouders in deze situatie. Mm-hmm. Nou ben je een half jaar geleden, heb je dat echt ook landelijk dus op televisie verteld, wat jou is overkomen. Ben je daar altijd heel open over geweest, dat jij dit hebt meegemaakt? Nee, zeker niet. Ik heb heel lang heb ik het voor me gehouden. Ook als ik dan mensen leerde kennen, dan heb je zo'n masker op. Dan vertel je vaak de oppervlakte. En ik vertelde dus heel kort, heel snel, dat dit was gebeurd in mijn leven, maar alsof het bijna niks leek. Alsof het niet een impact had gemaakt. Maar waarom vertel je dat dan eigenlijk? Omdat je dan toch wil dat mensen je leren kennen. En bedoel je op dit moment? Nou, eerder. Dat je dan toch dat wel wil vertellen. Ook al is het een klein stukje van het verhaal. Ja, je wilt toch een stukje regie. Ik bedoel, het is jouw leven. Het is jouw verhaal. In dit geval mijn verhaal. En je wilt toch dat er een klein stukje is wat ze wel weten. Maar niet tot in de diepte wat het echt daadwerkelijk met je heeft gedaan op mentaal vlak. Je wil jezelf beschermen, want je bent al een keer... Je vertrouwen is al een keer beschadigd. En je wil niet nog een keer dat mensen erover beginnen. Het is een schaamtepunt. Het is gewoon niet fijn om erover te praten. Maar daarom op een gegeven moment moet je dat wel gaan doen. Kan het je nog steeds raken dan? Als mensen erover praten? Ja, ben je er nog gevoelig voor? Of? Nee. Nu ben ik juist heel blij dat ik erover kan praten. Het klinkt misschien gek, maar ik denk dat met mijn verhaal dat ik anderen wel kan inspireren. En dat ik hoop dat anderen ook weten dat er altijd hulp is. In mijn situatie ben ik eruit gekomen. Maar er is ook een voorbeeld van iemand, Onur, die 14 jaar oud was, die een naaktfoto van zichzelf op Instagram zag en die van een flatgebouw is gesprongen. En ik hoop met mijn verhaal ervoor te zorgen dat jongeren oprecht gaan nadenken dat er altijd een manier is om te praten. Met het jongerenplatform Alilife, waar ik mede-eigenaar van ben, zijn we bezig met de campagne Race tegen de Klok. Mm-hmm. En daar maken we het ook heel erg bespreekbaar om het mentale welzijn onder jongeren bespreekbaar te maken. Want niks is belangrijker dan te praten. Het klinkt misschien gek, ook al is het probleem nog zo groot, maar praten biedt een oplossing of een richting of perspectief. Ja. Jouw video die kwam, je bent nu 28 volgens mij, hè? Ik ben nu 26. 26. Moet ik echt... Nou, dat is dus ongeveer meer dan 10 jaar geleden dat gebeurde. Ik denk in deze digitale tijd dat het veel vaker voorkomt.
Ja, zeker. Dan 10 jaar geleden. Jij was eerder denk ik echt een unicum. Maar nu gebeurt het misschien aan de lopende band, om het maar zo te zeggen. Ja, de jonge adolescenten, dat zijn 14 tot en met 17-jarigen... die zijn het meest actief op hun social media en smartphone. En vooral geïnteresseerd in online communicatie. Ja, die combinatie met alle snelle software die we hebben... zorgt er gewoon voor dat dat veel meer gebeurt. Precies, maar het is ook die leeftijd waar je juist dat soort dingen gaat ontwikkelen op dat moment. En waar je toch gaat experimenteren. Eigenlijk is het een dodelijke combinatie misschien wel. Het is vaak ook de periode waarin iemand de eerste keer seks heeft, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat geldt dus ook voor de mobiele communicatie. Misschien gebeurt dat tegenwoordig nog zelfs eerder. Aangezien jongeren op steeds jonge leeftijd een iPhone of telefoon hebben waarop dit kan. Ja, maar geef je ze dan ook een tip? Want het is natuurlijk logisch. Iedereen zegt, joh, je moet je niet filmen als je dat aan het doen bent. Maar ja, je zegt net zelf, ze zitten een beetje in ontwikkeling. Ze willen gaan ontdekken. Dus ze doen het toch. Maar als ze het dan toch willen doen, heb jij daar nog een tip voor waar je dan op moet letten? Nou, ik ben sowieso... Ik verbied het niet. Ik zeg ook niet in mijn lessen van dit mag je niet doen. Het is voor mij een keuze in de seksuele ontwikkeling. Zoals jij ervoor kiest om op vrouwen te vallen. Of dat jouw voorkeur heeft. Ik behoed mensen alleen voor de risico's die het met zich mee kan brengen. Ga niet herkenbaar in beeld. Als je tattoos hebt, probeer dat niet in beeld te brengen. Zorg ervoor dat je diegene zo goed mogelijk vertrouwt. En niemand is 100% altijd te vertrouwen. Dat is niet zo. Maar als je zo ver weet van wie is het, waar woont diegene, wie zijn de ouders. Zoveel mogelijk risico's inperken. Dan kan je het voor jezelf op een veilige manier doen. En zijn er risico's? Ja. Maar zorg ervoor dat je die inperkt. Zorg ervoor dat je erover praat. Mooi, mooie boodschap. Dank je wel, Stefano. Dank je wel voor je verhaal. En hopelijk werpt het zijn vruchten af.